FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Kwakman Groep. Het is bijna een heel elftal waarover Lukien niet kan beschikken. Bal opnieuw ingebracht. Tot bij Binamar. Van Michem, het is daar ontzettend druk. Weinig ruimte om te manoeuvreren. Toch de kans hier voor Van Michem. En in de korte hoek is daar de redding van Van der Hart. Twee keer treft zeker in de laatste thuiswedstrijd van Volendam tegen Vitesse Darryl van Michem. Hier zijn eerste kans van de avond. Geen buitenspel hier voor Henk Veerman. En een hele goede redding van Van der Hart. Want die bal lijkt toch op weg naar de verre hoek. Uitstekende paas. Diemers. Bernardou. Daar is Emme voor het eerst. Na bijna 10 minuten. Diemers. Ja, dat is een aardige poging. En daar is de rebound als de keeper moet lossen, Stankovic. Mogelijkheid voor Jeremy Antonissen. Diemers trapt de corner. En daar Romani bij de tweede paal. Dat ziet er dan toch niet al te overtuigend uit, zoals Volendam deze hoekschop verdedigt. Dirksen. Vos. Vlak. Sivkovic kiest positie. Vlak! En dat scheelt niet veel. Goede redding ook. Van Stankovic die bal nog aantikt. Sivkovic, Diemers. Antonissen voor het doel. Daar is ook Romani. En zo gaat hij op de paal, zeg. En daarna overgekopt. Door Antonissen. Wat een gekke bal was dat van Mark Diemers. Emme is opnieuw dicht bij een doelpunt. Dit mag door via Sivkovic. Diemers. De voorzet van richting verandert. En dan ploft die bal daar op de paal. Antonissen krijgt de kans om raak te koppen. Maar knikt hem over. Daar komt Volendam heel goed weg. Lukien kan het niet geloven. Veendorp. Antonissen. Antonissen probeert het en dat is een fout van Stankovic, maar hij komt ermee weg, de keeper van Volendam. Alles behalve zeker van zijn zaak hier op de uithaal van Jeremy Antonissen. Hoekschop Diemers. Daar was de Wierik en nu heeft Stankovic wel een hele goede redding. De Wierik schampt hem. Sivkovic, is goed gedaan. Diemers kan verlengen. Daar gaat Antonissen. Wat is Oscar Buur aan het doen? Die heeft echt geen idee wat er achter hem gebeurt. Kans hier voor Bernardou. En wanneer slaat Emmen nou eens een keer toe? Antonissen, het doel was behoorlijk leeg, maar hij krijgt de bal er niet in. Kansen genoeg in de eerste helft voor de ploeg uit Drenthe. Maar het is nog altijd 0 tegen 0. Tweede helft onderweg. Emmen met dezelfde elf. Emmen dat de kansen kreeg om op voorsprong te komen. Natuurlijk kreeg Volendam die ook wel. Maar Emmen speelde beter. En hier is al het misverstand. En dan gaat hij erin. Ja, nee. De bal op de paal. En dan is hij toch over de lijn. Het is een goal. Emmen staat op voorsprong. Is dat even een bizarre start van de tweede helft. Zelden gezien. Zo'n snelle goal vanaf de aftrap. Wordt de bal daar verlengd. En dan de inschattingsfout. Het misverstand tussen Mbuyamba en Stankovic. Romani profiteert. Wat een twijfel hier. En dan gaat het helemaal mis voor Volendam. En is het denk ik uiteindelijk een eigen goal. Want via de paal komt de bal terug. En dan via het lichaam van Stankovic over de doellijn. Buur legt klaar.
geschoten door Van Michem. Hoekschop voor de thuisploeg. Goede verdedigende actie van Te Wierik. Uiteindelijk dus de poging van Van Michem. Hier is de hoekschop inmiddels van Eiting. En bijna zit hij erin. Uiteindelijk de bal in de handen bij Van der Hart. De eerste kopbal was van Veerman. Goede corner. Veerman komt los van vlak. Mirani. Daar gaat Merkin. Leuke wedstrijd in de tweede helft. Merkin. Daar komt Veerman. Bal is niet op maat, maar wel een kans hier voor Buur. En van de lijn gehaald. Door Mike Te Wierik. Zo krijgt Volendam nu toch ook de kansen om op gelijke hoogte te komen. Merkin. Antonucci. Emme is hier nog niet uit de problemen. Veerman. Merkin. Dik 10 minuten gespeeld in de tweede helft. Veerman legt klaar voor Eiting. Eiting legt klaar voor Antonucci. Hoekschop. Benamar. Van Michem. Daar gaat Walid Ulcik. Veerman kiest positie. Wordt het hier een hoekschop? Ja, omdat Walid Ulcik de hoekschop met overtuiging claimt. En ik denk niet dat dit een hoekschop had moeten zijn. Dat Walid Ulcik die bal gewoon zelf als laatste raakt. Inmiddels is hier de goal. Van Benamar. En dan staat het 1-1. Uit de hoekschop komt uiteindelijk de voorzet van Van Michem. En daar komt Benamar het hoogst van allemaal. Ruim een kwartier nog. Hoekschop. Karel Eiting. Die hem weer lekker neerlegt. Romani. Moet eerst het een en ander zien te ontwijken. Wordt hier van de bal gezet. Geen overtreding. Het mag door. Maar afgestraft wordt het uiteindelijk niet. Veerman niet bediend. Bij Emmen zijn ze boos op Manschot. Romani wil een vrije trap. Krijgt hem niet. Daar ontwijkt hij wel een overtreding. Dit is misschien ook wel gewoon een overtreding. Maar dan mag het door. Vos. Eigenlijk bij toeval. Romani, die kreeg hem eerst op zijn enkel. Kans nu, Sivkovic. En de bal die uiteindelijk vrij gemakkelijk eindigt in de handen bij Stankovic. Omdat de inzet van Sivkovic nog even een been raakt onderweg. Echt bij toeval ontstaat deze mogelijkheid. Gekopt door Te Wierik in de handen bij Stankovic. Hier is het 3 tegen 2. Dirksen zit er eigenlijk gewoon naast hier. Timed verkeerd. Ulcik. Ulcik. 2-1 voor Volendam. En dat wil hij weten ook. Bilal Ulcik. Het stadion op zijn kop. Daar waar Emmen nog voor de overwinning gaat, slaat Volendam aan de andere kant toe. Enorme fout hier van Dirksen. Die de bal wel kopt. Maar niet de goede kant op. Diemers wil de overtreding niet maken. Had hij het maar gedaan. Hier zit Van Michem tussen. Fout van Veendorp. 3-1. Derro Van Michem straft het af. En dan is het helemaal gedaan met Emmen. Inschattingsfout van Veendorp is uiteindelijk heel duur hier. Van der Hart uitgespeeld. En ook Van Michem heeft zijn goal. Fluit Manschot voor het einde. En wint Volendam uiteindelijk met 3-1 van Emmen. En zet het hier vanavond met deze overwinning een hele grote stap richting lijfsbehoud.